Het lag jaren in een doos op zolder. Een vergeten lied over het verdriet over de Amsterdamse Joden die na de oorlog niet meer terugkeerden. Hans Krieg kwam wel terug uit kamp Bergen-Belsen en schreef er in 1947 een lied over. Het droevige nummer werd nooit op de plaat gezet en raakte in de vergetelheid, totdat zijn dochter het weer vond. Hij heeft het vlak na de oorlog heeft hij dit lied gecomponeerd. Waar bleven de Joden van Amsterdam? Omdat hij ze gewoon zijn emoties kwijt moest. Dit is Mirjam Krieg, bijna 80 jaar oud en van beroep zangeres. Ze vond het lied van haar vader onlangs terug in een doos op zolder. Om hem postuum te eren heeft ze het opgenomen. Het gaat over de Joden die weggehaald zijn. En dat heeft op mijn vader een enorme indruk gemaakt. Die huizen die dus helemaal verlaten waren en waar ze alles uitgeroofd hadden. En toen heeft hij spontaan dit lied geschreven. De opname is met filmbeelden uit de oorlogstijd te horen in de Hollandse Schouwburg. Het is de plek waar de nazi's veel Joden verzamelden en wegvoerden naar de kampen. Het is een lied wat niets verbloemt, wat de gruwelijkheden van de Jodenvervolging vertelt. Het getuigt ervan en het is voor heel veel mensen een stuk herkenning. En iedereen dacht van na de oorlog is het leven gaat verder en niets is daarvan waar. Toen moest het nog beginnen eigenlijk. Verzamelaar Jaap van Velsen was degene die ontdekte dat het lied van Hans Krieg bestond. Hij waarschuwde de dochter. Iedere keer als ik het lied hoor, krijg ik werkelijk tranen in mijn ogen. De eerste keer dat we het hoorden, Esther en ik, hebben we als twee kinderen gehuild. En het is een uniek iets. Mensen die datzelfde allemaal meegemaakt hebben als wij, die krijgen er toch gevoel bij. Want je mag het toch nooit vergeten allemaal.